mensen. En wat ontzettend leuk dat je ook deze week weer kijkt naar het shotje van de week. En wat voor lekkers ga ik deze week voor jullie maken? Deze week maak ik een witte piste. En dan zie ik je kijken, witte piste. Vandaar dat hij zijn lederhoos aan had. Inderdaad, ik neem jullie mee naar Oostenrijk. En wat voor lekkers gaan wij drinken in Oostenrijk? Nou, iets heel lekkers. We kunnen er helaas dit jaar niet zelf naartoe. Dus daarom dat ik de sferen, althans niet de sneeuw, maar wel de smaak van de shotjes, bij jou in de huiskamer ga brengen. En hoe maak je dat? Wat hebben we daarvoor nodig? Nou, we hebben daarvoor nodig de Remy Martin. We hebben daarvoor nodig een witte chocoladelikeur. En we hebben daar ook voor nodig de Source Rainbow Ice. Source, Source, Sours. Sours, volgens mij zeggen ze altijd Sours. Hè? In ieder geval, als je deze fles hebt en dan de Rainbow Ice versie. Dat is namelijk belangrijk. Je hebt namelijk volgens mij wel iets van 8 smaken. Maar deze heb je nodig voor de witte piste. Nou, je snapt het al. De witte chocola, die gaat natuurlijk zometeen de witte piste verklappen. Maar eerst gaan we de Remy Martin erin doen. Mocht je nou geen Remy Martin in huis hebben, maar wel een andere cognac, is het ook goed. Ik gebruik zelf altijd de Remy Martin daarvoor. En daarmee doe ik het shotglas tot de helft vol. En nou zie ik je kijken. Hé, hey, maar cognac is toch ontzettend sterk, Maarten? Dat klopt, maar dat maakt helemaal niks uit. Want het mag een lekker, scherp, sterk shotje zijn. Nou, daar overheen gooien wij de witte chocoladelikeur. En die mag bijna tot de rand gevuld worden. Dus de witte chocolade bijna tot de rand gevuld. En je ziet al wat er gebeurt. De witte chocolade die zakt een beetje naar de grond. Waardoor het ook nog eens leuk eruit ziet. Tenminste, dat vind ik altijd. Als je een beetje laagjes ziet in shotjes. Het komt natuurlijk allemaal in één groot gat. Maar laagjes, daar ben ik gewoon dol op. Nou, de Rainbow Ice, die druppel je gewoon eroverheen. En de Rainbow Ice is heel fris. Heel, ja, hoe moet ik het zeggen? Gewoon als je in de sneeuw op de piste staat en het vriest 10 graden en je doet... Nou, precies wat je dan voelt, krijg je ook met dit shotje. Dus vandaar dat die erbij gaat voor de witte piste. Nou, je druppelt het gewoon eroverheen. Tot de rand. Niet eroverheen, want met drank wordt niet geborst, je weet het. En dan heb je een heerlijke witte piste, oftewel een heerlijk shotje van de week. Zit je nou te kijken en je denkt, Maarten, ik weet ook nog een lekker shotje wat je zeker een keer moet proberen. Laat hieronder in de commentaar erachter welk shotje ik een keer moet maken. Er is misschien volgende week jouw shotje wel, het shotje van de week. En ik vind het ook altijd leuk als je hem gemaakt hebt, geproefd en je denkt, hij is inderdaad net zo lekker als dat je gezegd hebt. Druk dan even op een duimpje. Ja, druk maar even. Dan weet ik namelijk dat jij hem net zo lekker vindt als ik. En ik loop er al veel te lang over te praten. Want shotjes moet je niet over praten. Die moet je gewoon drinken. Ik zeg, proost. Een shotje hier, een shotje daar. Het is niet tijd voor shotjes.